Het IT-bedrijf Secured by Design zal morgen voor de eerste keer een Capture the Flag Hacking Competition in Suriname organiseren. In Nederland wordt deze competitie jaarlijks georganiseerd voor en door security specialisten. De CEO van Secured by Design, Ricardo Soto Escamillo, zegt dat Suriname 2 jaar geleden contact heeft gezocht met zijn bedrijf. Zo is het echt gegaan. Wij hebben Suriname niet gevonden. Suriname heeft ons benaderd. Want er was een groot bedrijf en die was gehackt. Ransomware aanval. Ja, dus dan is de data wordt versleuteld. En je kan er alleen maar weer toegang toe krijgen op het moment dat je betaalt. Maar goed, het bedrijf heeft betaald in bitcoins. Maar verder nooit meer iets gehoord. Dus het was geen ransomware aanval. Het was gewoon keiharde oplichterij. Dat was de eerste aanraking. Toen kwam de tweede organisatie uit Suriname. Ik heb zelf een Surinaamse vrouw. Oh. Tenminste, ze is geboren in Nederland, maar de ouders komen uit Suriname. Interessant. Ja. We hebben ook een pleegzoontje, Cecinio. Okay. En dat is ook een Surinamer. En toevallig de kapitein, de CTO van ons security team, dat is de heer Michael Tongzang. Die heeft ook zijn roots in Suriname. 1,5 jaar geleden zijn we voor het eerst hier naartoe gekomen. Okay. Om te kijken, wat gebeurt er allemaal? Waarom vragen ze ons? We zijn daar niet acquisitie aan het doen. Nou, en we zijn nu 2,5 jaar verder. En wat er nu staat is eigenlijk, wij hebben local presence. We hebben een kantoor aan de Herenstraat. We hebben mensen die voor ons werken. Okay. En we hebben inmiddels 23 echt super gaaf organisaties waar we mee samenwerken, waar we onze dienstverlening aan geven. Soto Escamillo is morgen te gast in het actualiteitenprogramma In Gesprek Met. Hij zegt dat bij de vorige CTF-challenges de bedoeling was dat de deelnemers zogenaamd een vlag moeten stelen. Vandaar de naam Capture the Flag. Bij de CTF-competitie in Suriname zal dat een beetje anders zijn. Wij hebben natuurlijk iets veel leukers voor Suriname bedacht. Wat hebben jullie bedacht? Nou, ik mag er niet heel veel over vertellen, want anders krijg ik van Michael misschien vanavond weer een pet in mijn achterhoofd. Ja. Maar ik kan een tipje van de sluier oplichten. Het heeft te maken met ook een verandering die hier zit, de financiële wereld. Ja. En die gaat applicaties bouwen, waardoor je zeg maar makkelijker diensten kan betalen. Mm-hmm. Dus de e-commerce banking applicaties. Okay. Nou, en daar hebben we een script bedacht. En daar werkt iemand die heeft wat problemen, komt in de financiële problemen terecht en hij wordt afgeperst. Aha. Nou, zo begint eigenlijk de wedstrijd. De winnaar van de competitie komt in aanmerking voor €500, terwijl de tweede en derde plaats respectievelijk €200 om €100 opleveren. Deelnemers moeten zich wel registreren voor deelname. De Capture the Flag Hacking Competition start morgenmiddag om 1 uur en wordt gehouden aan de Herenstraat bij Secured by Design. De deelname is gratis.